Een goede avond, kijkers. Enige aanvullende uitleg is gewenst bij de uitslag van de volksraadpleging die in maart 1950 rond de terugkeer van koning Leopold werd georganiseerd. Uit deze uitslag, zoals die in het Belgisch Staatsblad van de 23 maart 1950 werd gepubliceerd, blijkt dat benevens 2.933.382 ja-stemmen en 2.151.881 nee-stemmen ook 151.477 blanco en ongeldige stemmen werden uitgebracht. Deze vertegenwoordigden 2,9% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Met de blanco en ongeldige stemmen werd echter geen rekening gehouden voor het berekenen van de percentages van de ja- en nee-stemmen, respectievelijk 57% en 43%. Wellicht omdat enkel met ja of nee moest geantwoord worden. Tot daar die nadere uitleg bij de uitslagen van de volksraadpleging. De auditeur-generaal die eind augustus van vorig jaar met rust is gegaan, professor John Gillissen, die blijkbaar nog tijdens zijn ambtsuitoefening onze uitzendingen over de nieuwe orde van dichtbij heeft gevolgd, heeft ons na de eerste uitzending van onze tv-reeks enkele nadere gegevens in verband met de zaak van Walter Baals verstrekt. Het militair gerecht heeft geoordeeld dat Walter Baals inbreuk had gepleegd op de besluitwet van de 30 januari 1941, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad te Londen, de 7 februari 1941. Volgens deze besluitwet werd aan de Belgen van 16 tot 45 jaar de verplichting opgelegd dat zij zich, wanneer ze tijdens de oorlog in een vreemd land verbleven, binnen 3 maanden na de datum van bekendmaking van de besluitwet, dus 3 maanden na de 17 februari 1941, bij de Belgische ambassade in dat vreemd land moesten aanmelden om in de geallieerde strijdkrachten te worden opgenomen. Deze termijn van 3 maanden na de 17 februari 1941 was bij besluitwet van de 8 mei 1941 tot 1 oktober 1941 verlengd geworden. Reeds tijdens de oorlog was tegen Walter Baals, evenals tegen alle andere weerspannigen dat waren zij die zich niet voor militaire dienst hadden aangeboden, door het militair gerecht vervolgingen ingesteld in gevolge een klacht van de minister voor landsverdediging Gut. Deze invervolgingstellingen werden evenwel opgeschort daar de Britse overheid de betrokkenen nog niet als lid van de geallieerde strijdkrachten beschouwde en deze dus niet door het Belgisch gerecht in Groot-Brittannië mochten gevonnist worden. Het militair gerecht te Londen en het militair gerecht in België na de bevrijding hebben formeel de besluitwet evenwel derwijze geïnterpreteerd dat bedoelde 3 maanden na de datum van bekendmaking van de besluitwet, later verlengd tot 1 oktober 1941, dienden opgevat als 3 maanden na de aankomst van de betrokkenen in het buitenland, opdat deze begrijpelijkerwijze tijdens de hele duur van de oorlog in de geallieerde strijdkrachten konden opgenomen worden. Op grond daarvan werd Walter Baals door de krijgsraad te Brugge de 14 augustus 1946 uit hoofde van weerspannigheid in oorlogstijd bij verstek tot de maximumstraf van 3 jaar hechtenis veroordeeld. Walter Baals was inderdaad de 1 januari 1942 te Lissabon aangekomen en had zich niet voor legerdienst aangeboden. In uitvoering van zijn veroordeling bij verstek werd Walter Baals de 7 juli 1950 te Quievrain aangehouden en te Gent opgesloten. In gevolge een tussenkomst van de heer Léon Cornille, secretaris-generaal van het ministerie voor Justitie en het auditoraat-generaal, werd Walter Baals dezelfde dag van zijn aanhouding toegelaten het stoffelijk overschot van zijn moeder te Knokken te gaan groeten. Tegen zijn veroordeling van de 14 augustus 1946 tekende Walter Baals verzet aan.
één week na zijn aanhouding, de 14 juli 1950... werd er door de krijgsraad te Gent veroordeeld tot 5 maanden gevangenisstraf, een straf die evenwel werd opgeschort voor een termijn van 3 jaar... omdat hij nooit tevoren een straf had opgelopen. Diezelfde dag, de 14 juli 50 dus, werd Walter Baals in vrijheid gesteld. Niettemin tekende hij tegen het vonnis van de krijgsraad te Gent beroep aan en verscheen de 17 januari 51 voor het militair gerechtshof te Brussel dat de straf evenwel bevestigde. Walter Baals ging in cassatie. Het Hof van Cassatie oordeelde de 18 juni 1951 dat hij geen strafbaar feit had gepleegd. In tegenstelling tot het militair gerecht te Londen en in België na de bevrijding heeft het Hof van Cassatie inderdaad geoordeeld dat de besluitwet van de 30 januari 1941 slechts het verzuim om zich binnen een termijn van 3 maanden na de datum van bekendmaking van de besluitwet voor militaire dienst te melden strafbaar heeft gesteld en dus niet tijdens de hele duur van de oorlog, maar slechts tijdens de 3 maanden na de datum van bekendmaking van de besluitwet. Achteraf verlengd tot de 1 oktober 1941. Welnu, het Hof van Cassatie oordeelde dat Walter Baals binnen 3 maanden na de datum van bekendmaking van de besluitwet van de 30 januari 1941, met latere verlenging tot 1 oktober 1941, zich niet in Portugal en nergens anders in het buitenland bevond en bijgevolg niet strafbaar kon zijn. Hij was immers maar de 1 januari 1942 in Portugal aangekomen, waar hij zich niet bij de ambassade voor de vervulling van zijn legerdienst had aangemeld. Walter Baals had zich wel in september 1944, na de bevrijding, bij de Belgische legeroverheid aangeboden. Tot daar de ons door auditeur-generaal met rust John Gillissen verstrekte nadere gegevens. In de loop van het zo pas vertoonde programma werd gewag gemaakt van het feit dat de voorzitter van de Belgische Communistische Partij, Julien Lao, tijdens de eetaflegging van kroonprins Boudewijn leve de republiek zou geroepen hebben. Ook werd een rechtstreeks verband gelegd tussen deze aan Lao toegeschreven uitroep en het feit dat hij nauwelijks een week later in zijn woning werd vermoord. Na de eerste uitzending van dit programma in het voorjaar waren wij onze volgende reeks over de uitgesproken collaboratie aan het voorbereiden. Wij zullen namelijk vooraf een paar programma's wijden aan de aanhoudingen en wegvoeringen bij het uitbreken van de oorlog in begin mei 1940. Terwijl wij in zaken de wegvoeringen aan het interviewen waren, hebben wij een belangrijk nieuw historisch gegeven kunnen vinden. Wij waren in de gelegenheid de gewezen communistische volksvertegenwoordiger Georges Glineur te interviewen. Wij stelden hem ook enkele vragen over de moord op Lao, om te beginnen de vraag of het wel de stem van Lao was die te horen was op de actualiteitsfilm die u zo even heeft gezien. À vrai dire, tous les parlementaires communistes présents, et ils étaient 8, ont crié vive la République. Nous étions 8, il y avait 6 députés et 2 sénateurs. D'accord, mais je vous signale qu'on entend une seule voix dans la séquence. Une seule voix, on entend. C'était la voix de qui? Et les 8 parlementaires ont crié « Vive la République !» Il est possible que dans l'enregistrement sur les ondes, qu'il y ait, et c'est ainsi effectivement que ça s'est passé, une voix qui se soit distinguée, par hasard. Et effectivement, ce n'était pas celle de Julien Lao. Mais c'était la voix de qui alors? C'était ma voix, apparemment, qui a été enregistrée sur les ondes. On a fait une association entre le fait que Julien Lao aurait crié Vive la République, ce qu'il a fait, selon vos déclarations, il l'a fait effectivement, mais ce n'était pas sa voix qu'on a entendue, c'était votre voix.
Mais on a fait une distinction, une association, c'est-à-dire on a cru que c'était la voix de Julien Lahaut et Julien Lahaut donc a été assassiné après. À votre avis, il faut faire cette association entre ce cri « Vive la République » et la mort de Julien Lahaut? Effectivement, on a fait un rapprochement à l'époque de l'assassinat de Julien Lahaut avec le cri de « Vive la République ». À mon avis, ce n'est pas tout à fait exact. Julien Lahaut, il ne faut pas le perdre de vue, était président du Parti communiste. Et d'autre part, ce n'était pas la première fois que dans l'enceinte du Parlement, on criait « Vive la République ». Lorsque Léopold III prêta serment, les parlementaires communistes à l'époque aussi crièrent « Vive la République ». Avant la guerre. Avant la guerre. Et Julien Lahaut se trouvait déjà parmi les parlementaires communistes à l'époque et il n'a pas été assassiné. Non. Il faut, à mon sens, réaliser la situation politique existante à l'époque. Il y avait un déferlement anticommuniste sur toute l'Europe en particulier, et ce déferlement anticommuniste qui se situait dans le climat de guerre froide de ce moment a eu comme conséquence que des attentats contre la vie de militants d'autres partis communistes européens eurent lieu sans connaître nécessairement les résultats tragiques que nous avons connus ici avec Julien Lahaut. Il y a eu l'attentat à l'époque contre Togliatti, dirigeant du Parti communiste italien. Il y a eu l'attentat contre Jacques Duclos, dirigeant du Parti communiste français. Et il y a eu l'attentat contre Julien Lahaut, président national du Parti communiste. Et à mon sens, ce serait une erreur d'isoler de ce contexte existant à l'époque l'assassinat de Julien Lahaut et le centrer uniquement sur le cri de Vive la République. Vous n'avez jamais eu des indices sur l'identité des tueurs? Non, nous n'avons jamais eu effectivement des indices précis sur l'indice des tueurs. Mais ce qui est certain, c'est que l'indice des tueurs, on le trouve dans le prolongement de la guerre froide, de la campagne anticommuniste, dans les milieux fascisants de droite, qui, à l'époque, relevaient la tête et qui passèrent à des actes terroristes contre les dirigeants communistes des partis communistes européens. Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il y a eu erreur de la part des tueurs dans ce sens-ci, qu'ils ont fait l'association entre le cri qu'ils ont pensé être de Julien Lahaut et sa mort, donc le fait qu'il a été tué. Oh, je ne crois pas qu'il y a eu erreur, vous savez. Non. À mon avis, les tueurs ne tuaient pas parce que Julien Lahaut aurait été censé, où on aurait été censé d'entendre sa voix dans le cri de « Vive la République », mais uniquement l'assassinat de Julien Lahaut se situe, à mon sens, dans ce contexte d'anticommunisme qui existait à l'époque et que je viens de vous décrire il y a quelques instants. Tot zover dit nieuwe feit dat wellicht een nieuw licht werpt op hetgeen tot nog toe ter zake bekend was. Een goedenavond.